dat we ook juist in die individuele gevallen gewoon individueel inzoomend daar de aandacht voor moeten hebben en moeten kijken hoe kunnen we dat voor het individu en voor dit individu beter doen. Want dat moet uiteindelijk wel de strekking zijn van onze regelgeving. Ceder van de ChristenUnie, die heeft een mondelinge vraag aan de minister van Justitie en Veiligheid. Van harte welkom. Welkom aan de andere Kamerleden, welkom aan de mensen op de publieke tribune en de kijkers thuis. En de heer Ceder heeft een mondelinge vraag bij afwezigheid van de minister voor Rechtsbescherming aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht psycholoog verwisseld dossiers verkeerde kind uit huis geplaatst. Het woord is aan de heer Ceder van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Als advocaat heb ik de afgelopen jaren veel familiezaken mogen meemaken en veel verhalen van dichtbij mogen aanhoren. De pijn van gescheurde gezinnen en het spanningsveld tussen het beste willen voor het kind en de wetenschap dat dat niet altijd mogelijk is bij de ouders thuis. Dat is pijnlijk en dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. En de onmacht van de ouders, hun verhalen en gezichten, die zijn mij bekend. En die onmacht die komt terug in een wel heel bijzondere zaak waarbij dossiers zijn verwisseld. Karel, 13 jaar, woont al 5 jaar in een pleeggezin. Maar wat blijkt? In 2016 is zijn dossier verwisseld met de andere Karel en daarom hebben de zorgverleners geoordeeld dat uithuisplaatsing nodig was. Voorzitter, hoe heeft dit kunnen gebeuren? De situatie van Karel is tekenend voor de kwaliteit van waarheidsvinding en de discussie die daaromtrent al een tijdje ontstaat in de jeugdbescherming. En ik denk dat we dat gesprek ook moeten blijven voeren. De positie van kind en ouders. En welke positie zij daarin ook echt mogen hebben. Het is belangrijk dat we dieper naar de jeugdbeschermingsketen kijken, waarbij het belang van het kind voorop staat. Ouders ook als partners gezien worden, in plaats van met wantrouwen worden behandeld. En deze moeilijke afwegingen te alle tijden gebaseerd zijn op correcte, juiste en actuele informatie. Voorzitter, een aantal vragen aan de minister. Erkent hij dat het feit dat dit in zo'n dossier sluipt en niet meer ongedaan gemaakt kan worden zonder gevolgen, dat het enorme impact heeft op zo'n gezin? Hoe kijkt de minister naar het actieplan feitenonderzoek, waarbij we kijken of er wel juiste, correcte en deugdelijke informatie staat in documenten waaraan de hand belangrijke beslissingen worden genomen? Zijn de verbeteringen wat hem betreft die de afgelopen periode zijn ingezet voldoende? En informatie blijft kennelijk in dossiers hangen, informatie dat niet altijd actueel of juist is. En mijn vraag daarom is, wordt er ook wel voldoende geluisterd naar ouders? En tot slot, voorzitter, hoe denkt de minister de structurele kwaliteit van de jeugdbescherming te verbeteren? Voorzitter, ik weet dat het om een individuele zaak gaat. Misschien kan de minister daar niet heel veel over zeggen. Maar ik vraag hem toch om uit te wijden over hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. En ook hoe we kunnen voorkomen dat dit soort zaken gewoon nooit meer kunnen gebeuren als het gaat om dit soort belangrijke zaken waarbij de relatie tussen ouders en kind op het spel staat. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Het woord is aan de minister. Voorzitter, dank. Ik denk dat het goed is dat lid Ceder hier voor deze materie aandacht vraagt. Uithuisplaatsing van een kind is een maatregel die diep ingrijpt in het leven van het kind zelf, maar ook in het leven van de ouders en de omgeving. En daarom moet zo'n beslissing genomen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en weging van alle omstandigheden en gevoelens. En de maatregel is ook met allerlei checks en balances omgegeven, zoals er moeten meer bronnen zijn. Er moet sprake zijn van hoor en wederhoor. Het bericht in de media waar het lid Ceder naar verwijst lijkt inderdaad een schokkend geval te zijn. Schokkend omdat, zoals daar de casus omschreven wordt, de zorgvuldigheid die ik net schetste, niet op alle punten in acht lijkt te zijn genomen. Mijn collega Sander Dekker, minister van Rechtsbescherming, die laat zich over deze casus deze week door zowel de betreffende gecertificeerde instelling, de GI, als ook de Raad voor de Kinderbescherming nader informeren. De heer Ceder zei het al, ik kan alleen al omwille van de privacy en ook het individuele karakter verder niet inhoudelijk op de casus ingaan. Maar laat ik duidelijk zeggen,
Ik zei het net al, dat zo'n besluit moet altijd gebaseerd zijn op meerdere bronnen. Altijd hoor en wederhoor, dat moet dus ook hier de toets zijn in een dergelijk geval of dat gebeurd is. Ook een goed feitenonderzoek en dan komen we op dat actieplan, wat de heer Seder aangroeit, het actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen. Daar werken de Raad, de GI's en Veilig Thuis samen aan. Volgend jaar zal de evaluatie van het actieplan plaatsvinden en er wordt gekeken of de opgaven uit het actieplan inderdaad zijn gerealiseerd of dat aanvullende actie wenselijk is. Maar ik wil hier benadrukken dat mijn collega vooruitlopend op die evaluatie de vinger nu ook aan de pols houdt en bekijken of aanvullende maatregelen nodig zijn. En we gebruiken ook deze en andere zich voordoende casuïstiek. En ik zeg toe dat in de voortgangsbrief jeugd van november uw Kamer daarover zal worden geïnformeerd. En dan zullen ook een paar van de andere punten die de heer Seder noemde, zoals die structurele verbetering, aan de orde komen, zodat dat in het wetgevingsoverleg ook in de discussie kan worden betrokken. Dank u wel. De heer Seder. Ja, voorzitter. Het is fijn om te horen dat de minister aangeeft naar aanleiding van deze zaak ook echt stappen te gaan ondernemen. Dat ook in de voortgangsrapportage samenkomt. Ik hoor graag wat daar de aanbevelingen van zijn. En ik vraag me toch af, want er spelen meerdere zaken hier. Het gaat enerzijds over onjuiste feiten die in een dossier komen. En ik vraag me af of de minister ook toch wel kan aangeven hoe wij dit kunnen voorkomen. Hè? Dus niet alleen de verbeteringen, maar ook hoe het kan dat een rapport in een dossier komt en kennelijk door niemand gecheckt wordt, behalve door de moeder, die al vanaf het begin aangeeft, als ik de stukken lees, dat dit niet klopt, maar niet gehoord wordt. Hoe kunnen we die positie van de ouders ook verstevigen? En dat is naast het feitenonderzoek dat die deugdelijk moet zijn, ook een heel belangrijk uitgangspunt in de jeugdzorg, dat de positie en het gehoord voelen en worden van de ouders, dat dat ook serieus meegenomen wordt. Kan de minister naast de feitenonderzoek ook echt aangeven hoe de positie van ouders daarin versterkt kan worden? Nou ja, voorzitter, over feitenonderzoek gesproken, het is echt van belang dat nu precies wordt nagegaan hoe heeft dit, wat is hier gebeurd en als er dingen zijn gebeurd die niet zo hadden moeten gebeuren, hoe had dit kunnen gebeuren? En vervolgens heb ik al toegezegd dat in de brief in aanloop naar de voortgangsbrief naar het wetgeversoverleg van eind november, we moeten terugkomen op, oké, en wat zou je nu al uit dergelijke casuïstiek mee kunnen nemen op het gebied van, toch mogelijk aanscherping, verbetering en andere dingen met betrekking tot de positie van de ouders, maar ook structurele punten in het proces. De heer Seder. Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij en ik zal ook het rapportage afwachten. Tegelijkertijd ligt er een enorme opgave voor ons, denk ik ook als Kamer, als het gaat om de positie van ouders, als het gaat om feitenonderzoek, als het gaat om ervoor zorgen dat eigenlijk we kijken hoe kinderen nadat ze uit huis geplaatst worden kijken of als dat kan zo snel mogelijk terug kunnen komen. Ik hoop dat daar als Kamer ook die handschoenen oppakken de komende dagen. Voorzitter, ik ga het voortgangsrapportage afwachten, maar ik hoor ook graag als dat eerder kan wat de uitgangspunten zijn nadat de minister is geïnformeerd over deze specifieke casus en of daar niet al gelijk maatregelen voor nodig zijn. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Seder. Er zijn een aantal vervolgvragen. Allereerst de heer De Neef van de VVD, dan de heer Peters van het CDA en dan de heer Heijink van de SP. Dank u, voorzitter. En ik wilde eigenlijk ook de heer Seder bedanken voor zijn mondelinge vraag. Het gaat hier over een absolute Kafkaeske nachtmerrie. Je kind wordt uit huis geplaatst terwijl gewoon een dossier is verwisseld. Nee, niet gewoon, maar er is een dossier verwisseld. En vervolgens krijg je een heel ijzingwekkend relaas. Ik word in de tijd dat ik nu in de Kamer zit ook geregeld gemaild door ouders die hetzelfde vermoeden of hetzelfde hebben of in ieder geval fouten vermoeden in hun dossier. Mijn vraag aan de minister zou zijn, wat zou u nu tegen die ouders willen zeggen die dat vermoeden? Waar kunnen zij nu terecht om dit aanhangig te maken en wie ziet erop toe? Dank u. De minister. Ah ja, voorzitter, in algemene zin kan ik natuurlijk zeggen dat daar de klachtencommissies voor zijn. En als een klager niet tevreden is over de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld, dan heeft hij zelfs ook nog echt, en ik kan dat niet genoeg benadrukken, een positie bij de ombudsman. Want ik ben wel via u, voorzitter, met de heer De Neve eens dat
dit zijn zulke ja, wezenlijke dingen in het bestaan van mensen, het gezinsleven, wat gebeurt er met mijn kinderen, dat je inderdaad al snel, als je in de instanties beeld kwijtraakt, het gevoel hebt dat je in de nachtmerrie van, nou ja, van Kafka terechtkomt. En dat moeten we te alle tijden hier voorkomen. Want dat kan natuurlijk zijn, en dat wil ik beslist niet goed praten, dat er een initiële fout ergens wordt gemaakt. Maar omdat er telkens opnieuw feitenonderzoek plaatsvindt, moet dus blijken dat die fout er is de eerste keer dat er een nieuw feitenonderzoek. Dit moet allemaal daarvan onderwerp zijn. Dank u wel. Kijk nog even naar de heer De Neef, de heer Peters, CDA. Dank u wel, voorzitter. De minister spreekt terecht over een jeugdbeschermingsketen. Dat gaat dan via wijkteams, via Veilig Thuis, naar de Raad voor de Kinderbescherming, via de jeugdrechter, naar de gecertificeerde instellingen weer terug. En al vaker via constateer ik hier eigenlijk dat ik denk dat dat niet alleen een keten is, maar de duurste en meest ingewikkelde rotonde van Nederland. De andere minister, minister Dekker, wilde er eerst niet aan om daar iets aan te doen. Toen wel. Toen zei hij ik ga het doen. Toen zei hij ik doe het. Toen zei hij er is geen weg meer terug. En nu hoor ik er niks meer van. Vindt u ook niet, vraag ik dan via de voorzitter, dat dit voorbeeld precies illustreert waarom die vereenvoudiging echt nodig is en dat we daar nu een beetje ja, vaart achter zouden moeten zetten? De minister. Ja, voorzitter, dat vind ik ingewikkeld als je op basis van een casus zoals die beschreven is, waar echt werkelijk, hè, zoek de zeven fouten, zou je bijna zeggen, waar echt dingen gewoon mis zijn gegaan, louter daarop zou zeggen. Ik onderstreep alleen wat het lid Peters heeft gezegd, dat er zit natuurlijk een geschiedenis achter, vandaar ook dat actieplan feitenonderzoek ook al loopt, om het zomaar te zeggen. Ik denk wel dat we moeten kijken of deze casuïstiek, deze casus en misschien ook andere casussen, uiteindelijk onderaan de streep een conclusie trekt, en dat zal in de voortgangsbrief aan de orde moeten komen, over verdergaande vereenvoudiging zoals de heer Peters bepleit. De heer Heijink, SP, en dan mevrouw Agema, PVV. Dank u, voorzitter. Een kind wordt uit huis geplaatst op basis van foute informatie. Niet op basis van foute informatie, maar op basis van een dossier van een ander kind en een dossier van een andere moeder. En dat is natuurlijk super heftig als je dat overkomt. En ik wil de minister vragen, bij mij doet het ook denken aan de Belastingdienst, wat we daar hebben gezien. Als je één keer een kruisje achter je naam hebt, dan kan het maar zo zijn dat je totaal de vernieling wordt geholpen, omdat die overmachtige overheid, waar je als individu tegen op moet boksen, niet meer thuisgeeft en zelfs jaren later niet in staat is om gemaakte fouten te herstellen. En ik zou de minister willen vragen, wat gaat u nou niet alleen voor dit gezin doen, maar juist ook voor die vele anderen die in een vergelijkbare situatie zitten en die ook het gevoel hebben, die informatie klopt niet op basis van beslissingen worden gemaakt. Wat gaat u voor deze groep ouders doen? De minister. Nou ja, voorzitter, ik spits het even toe op deze problematiek. Waarbij ik ook heb gezegd, hè, uit huisplaatsing, dat is echt heel heftig. En dat betekent dat daar gewoon een aantal hele stevige, strenge normen, toezichtscriteria, mag u het noemen, voor gelden. Wat we goed moeten bekijken, wat de collega nu aan het doen is, is wat is nou precies de gang van zaken in deze casus geweest en hoe passen die toetsingscriteria die we hebben hierop. En we moeten dus kijken of hetzij daar gewoon, laat ik zeggen, dingen nou, niet goed zijn gedaan of niet goed zijn toegepast, of dat de toetsingscriteria die ervoor zijn, en dat is misschien ook een beetje het punt waar de heer Peters en de neven op wezen, dat je moet zeggen dat moet anders. Want deze toetsingscriteria die sluiten niet uit dat er zaken gebeuren die, waarvan we allemaal zeggen dat mag absoluut niet gebeuren. Maar ik zeg daar heel duidelijk bij, je moet eerst helemaal precies op een rij hebben wat is er in deze casus wel of niet gebeurd en wat leiden we daaruit af. En nogmaals, daar moeten die voortgangsbrieven worden teruggekomen. Dank u wel. Mevrouw Agema, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil allereerst u bedanken voor het agenderen van dit onderwerp, want het is natuurlijk niet echt gebruikelijk om een persoonlijke casus te agenderen voor het vragenuur.
Maar vroeger als collega Kamerlid was u ook altijd erg betrokken bij de zaak. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we in het verleden ook dingen samen hebben gedaan. Bijvoorbeeld over de waarheidsvinding. En dan verbijstert het me zo dat deze Kamer, die iedere keer eigenlijk helemaal op zijn achterste benen staat bij dit soort voorbeelden, wat hier ook heel duidelijk is en ook heel terecht, een kind wat onterecht uit huis wordt geplaatst, onterecht van zijn ouders wordt afgenomen, dat er dus kennelijk nog altijd iets scheef gaat, iets misgaat. En hoe is het nou mogelijk dat we dus kennelijk in een land zijn komen te leven waarbij per ongeluk een dossier wordt verwisseld, maar voor de uithuisplaatsing niet opgemerkt wordt dat dat dossier verwisseld is? Hoe kan dat, ook zoveel jaren later, nadat die Tweede Kamer zich steeds weer erover opwindt als er fouten worden gemaakt in die waarheidsvinding? De minister. Nou, ja, voorzitter, die vraag, die, daar is collega Dekker nu mee bezig om die goed beantwoord te krijgen. Hoe is dit gebeurd? En ik zei het net in de antwoord op de heer Heijink, betekent dat er in het veld fouten zijn gemaakt? Of is het instrumentarium wat is aangereikt niet goed? Dat kan allebei. Blijft dat daar echt, en daar vraagt mevrouw Argema terecht aandacht voor, dat we ook juist in die individuele gevallen gewoon individueel inzoomend daar de aandacht voor moeten hebben en moeten kijken hoe kunnen we dat voor het individu en voor dit individu beter doen. Want dat moet uiteindelijk wel de strekking zijn van onze regelgeving. Dank u wel. Dan wil ik de minister van Justitie en Veiligheid van harte bedanken.